Deze beschouwing. die gaat over de mooie wereld. De wereld is erg mooi. Ik heb altijd last van het feit dat ik dan. Uh, op een. Uh, in, in het moment dan denk van. nou, het mag wel wat mooier. Ik ben een beetje een zeurneus eigenlijk. Vind ik dan uh, op bepaalde momenten. En als ik dan een tijdje later terugkijk. op zo'n moment. op zo'n tijd. Hè, en dan kijk ik erop terug en denk ik. jeetje, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Hè. Ik vraag me af waar het gezeur van mij vandaan komt. Ja, niet dat ik heel veel zeur. Dat is ook weer niet zo. Maar... Ik kan wel eens ontevreden zijn. Die potverdorie. Zo, hè. Is dit alles? Oeh, 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 oeh. zo'n liedje van Doe maar. Ja, dit is anders. Het is best een mooie wereld. We hebben al die puinhopen. Oorlog in Irak, oorlog in Afghanistan. En, en weer een gezeik in Libië. Wat doen ze nou? Syrië ofzo. Ja, je zal mij niet horen vertellen dat dat mooi is. Maar het is niet overal oorlog. is niet waar. Van de 7 miljard mensen die op deze wereld wonen, ja, hoeveel is er nou betrokken bij een oorlog? Dat is echt niet iedereen hoor. Ik wil het niet bagatelliseren. Maar... En het is, die oorlogen. Die komen ergens vandaan. Dat is een groep die erachter zit. Die de god van onze tijd bezig is om oorlog te veroorzaken. Ja, dat weet ik ook wel. En 9-11, dat was Osama bin Laden. Ja, ha 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 ha. ha, 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 ha. Zelfs mijn tante Irene, die geloofde er nog heel heilig in, hoor. Ja, dat was Osama bin Laden. Als ik met haar erover probeer te spreken, dan zegt ze: Ja, dan ben je zeker ook zo iemand die gelooft dat de aarde plat is en dat we niet naar de maan zijn geweest. Nou, ik geloof niet dat de aarde plat is. En ik geloof ook niet dat we naar de maan zijn geweest. <laughs> Ja, als we naar de maan waren geweest, dan hadden we terecht wel uh, ja, iets van bewijzen gehad, mag ik aannemen. Ja. In plaats van wat vage, stotterende beeldjes. Ja, maar het was uh, echt in die tijd was het heel moeilijk allemaal hoor, Perry. Ja, het was in die tijd zo moeilijk dat ze, toen ze klaar waren met die Apollo-vluchten in 1972. Hebben ze als een sodemieter, hebben ze alles weggegooid. <laughs> Alle gegevens hebben ze vernietigd. Zegt NASA zelf, hè? Uh, when we were finished, Mr. Apollo stuff, then we immediately destroyed all the data. Ja, uh, ja als je me niet gelooft, dat is echt zo. Maar ja, dat staat niet in de kranten. Nee, ze kijken wel linkeruit. Nee, dat zetten ze niet in de krant. Nee. Waarom zouden ze? Dat is toch niet belangrijk? Door de NASA kan tegenwoordig niet meer naar de maan. Want in 1972, na de Apollo 17, hebben ze al die gegevens weggegooid. Ja, daarom kunnen wij ook niet meer naar de maan. Nee. Zo'n NASA-man die dan nou zo, zo zegt, zo met een huilige gezicht. Maar ja, nou, die technologie die is vernietigd. En nou kunnen we niet meer. Dat is een beetje sukkels. En een gezeur met dat de aarde plat is. Ja. Wat, wat maakt mij dat nou uit? Kijk, als de aarde niet plat is dan... en de aarde draait om de zon heen, dat heet heliocentrisch. Helios is dus de zon. Nou, dan is het allemaal vrij makkelijk te begrijpen waarom je de planeet Venus soms in de ochtend ziet en soms in de avond ziet. Ja. En Mercurius kan je ook zien, niet met dat blote oog dacht ik, maar Venus is wel, hè, die planeten. Ja, heb je een platte aarde, ja, dan snap je er allemaal helemaal niks meer van. Dingen als een zonsverduistering en een maansverduistering, ja, daar snap je niks meer van. Dan krijg je heel moeilijke, ongelooflijk moeilijke wiskunde volgens mij. Nee, zo'n platte aarde, dat, dat zegt me niet zoveel. Doe mij maar een bolle aarde, dan begrijp ik tenminste het een en ander. Met een wat eenvoudige wiskunde. Maar ja, waarom moeilijk als het makkelijk kan, denk ik dan. En dan nog steeds hoor, ervan uitgaande dat de aarde een bolletje is... En dat uh, de maan eromheen draait als een bolletje, dan, dan nog steeds begrijp ik bepaalde, bepaalde dingen niet. Kijk, wij draaien rondom de zon. Maar wij staan niet de, met de aarde dan. Hè? Wij, de aarde staat niet de godganse tijd met dezelfde kant naar de zon. Want dan zou het aan één kant van de wereld zou het altijd dag zijn en aan de andere kant van de wereld altijd nacht. He? Dus als het hier nacht is, dan zit de andere kant van de aarde naar de zon. Ja, dat lijkt me wel zo eerlijk. Dan is het daar af en toe ook dag. He? Niet de hele tijd aan deze kant. En bij de maan, ja, de maan staat de god de ganze tijd met één kant naar ons toe. En dan denk ik, waarom? Dat snap jij het? Snap ik het hoor. Ik snap er echt geen dol van. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is allemaal heel logisch. Ja, ik weet niet waarom hoor. Geen flauw idee. Ja, het, het komt erop neer dat de, de maan om zijn eigen as draait in precies hetzelfde ritme, frequentie. Als dat die rondom de aarde draait. Nou, dat is wel toevallig. Ja. En de maan is ook net zo groot als de zon, gezien vanuit de aarde. Vanuit het perspectief dat de zon verder weg staat. En de zon is dus wel groter dan de maan in het echt, maar gezien vanaf de aarde zijn ze allebei even groot. Dat dus het is wel apart snap jij, snap ik het. Ja, moet zeggen, dat is toeval. Maar om dan gelijk te gaan lopen brullen dat de aarde plat is. Nou ja, alsof het grote mysterie dan onthuld wordt of zo. Ja, dat is toch al mysterieus genoeg. Wat is dat nou, mensen? De wereld is toch zo mooi genoeg. En we maken er een rommeltje van. Dat wel. Dat is absoluut zo. Allerlei mensen zijn ongelooflijk materialistisch. En, en die vind ik echt heel flauw. Dat was op, op Marktplaats. Had ik een gitaar opgezet. En gezegd uh, minimaal 500 euro. We zeggen een hele mooie gitaar. Je? Nou, en dan kan je op Marktplaats kan je een bot uitbrengen. Nou, dat ging hartstikke lekker. Maar dan komt er iemand en die gaat dan niet uh, officieel uh, bieden. Nee, die doet even een berichtje. Van ik bied 650. Nou, was er iemand anders. En die had me ook een berichtje gestuurd. En dan heb ik tegen die andere gezegd: Ja, ik heb inmiddels een bod van 650. Ja, zei die andere: Nou, dan bied ik 660. Dan ga ik weer naar die eerste terug. En dan moet ik hem weer een berichtje sturen. Ik zeg: Nou, er is nou een bod van 660. Wordt die gozer boos? Ja, zeg je, zit ons een beetje tegen elkaar uit te spelen. En dan denk ik: Homo. Het heet een marktplaats. En waarom zit jij te bieden buiten het biedsysteem, man? Ja. Het is dan mijn gitaar Wat is dat nou. Een hele mooie gitaar hoor. Dat ding was wel 700, 850 waard of zo. Ja. Ik heb er 650 voor gekregen uiteindelijk. Ja. Een of andere vent uit uh, Eindhoven. Zo'n leuke gozer. Een stuk jonger dan ik. denk ik mooi zo. Een grote beer. denk ik, nou, mooi zo. Ja, voor mij. Is het toch niet zo. Uh, Arnold Swatjenekker-achtig gebouwd. Ja, voor mij hoeft dat een heel stuk houden. Dat hoeft helemaal niet hoor. Dus ik heb nou mijn Ibanez gitaartje. Dat is zo'n hollow body uh, ding. Maar dat weegt uh, helemaal niks meer. Moet ik nu even zo'n zakje nog bij zien te scoren? Een gitaarhoes. Uh, ik ken die zo op mijn rug. Ik ken die zo op mijn rug op. Ga ik lekker spelen met het bandje. Ja. Misschien gaan we wel uh, oude liedjes doen. En dan de bejaarden te huizen af. Gaan we Petsy zingen. Daar aan de haven. En al die andere liedjes van vroeger. Vinden die bejaarden leuk? Mm -hmm. Maar trouwens, ik ben zelf ook bijna 60. Dat is toch leuk? Hè? Bejaarden voor bejaarden. <laughs> ja, het is toch een mooie wereld. Gaat er weg, man. En de oorlog in Irak die heb ik overleefd. En de oorlog in Afghanistan heb ik overleefd. En de oorlog in Libië heb ik overleefd. En de oorlog in Syrië, nou, daar heb ik niet altijd wel last van, moet ik heel eerlijk zijn. Ik vind het wel zielig hoor, al die mensen die in die oorlog zitten wel vervelend. Daar kan ik kan het toch geen zak aan doen. Door hier in Nederland loop ik tegen iedereen te vertellen van ja, de pauw zit erachter. Ja, de paus zit erachter. Oh, trouwens, weet je wie erachter zit? Mensen, nou wie dan? Ik zeg, nou, de paus zit erachter. Oh, die. Ja. Nou, volgende. Weet je trouwens ook dat de paus erachter zit? Oh, oh, is dat zo? Oh, als jij het zegt, dat zal wel zo zijn. Oh, daar gaat met train. Ja, doeg. Ja, nou, de paus zit erachter. Ik zeg het ook maar even tegen jullie. Maar als je de paus maar eens te wippen, yeah. kan je beter maar niet doen. Hey, de paus die, die wipt ons, in de zin van uh, verneukt ons, om te beginnen de kleine kinderen. En die laten een, uh, helikopters in de rondte vliegen hier, alsof het hier oorlog is. Hè. En vind ik ook zoiets. Hè? Iedere eerste maandag van de maand, dan doen ze hier het luchtalarm. Om precies 12 uur? Ik word er zo moe van. Ik vind echt wel belangrijk hoor dat ik aan een baan ga, dat ik een beetje het huis uit ga. En elke maandag dat ik dat de eerste maanden van de maand dat ik dat luchtalarm weer denk. Oh nee, hou er toch mee op. Wat, wat hebben we nou van overheid? Waar gaat het nou om? Wel, welk luchtalarm heb je nou weer nodig? Voor een gifgasaanval door de Koerden. De, de boze Belgische beweging, de BBB. Die komen wraak nemen op Nederland omdat wij ze uitgelachen hebben met die Belgenmappen. Wat nou hier? Hoezo een luchtalarmoefening elke eerste maandag van de maand? En waarom is de overheid niet met haar tijd meegegaan... Dat, je, dat, dat ze een, een webpagina maken. En die heet Nederland.nl. daar staat dan het belangrijke nieuws op. En, en dat ze de telefoon... Oh, dat hebben ze trouwens al, alle telefoonnummers. En iedereen hebben ze toch. Nou, nou dan. Je gaan mij niet wijsmaken dat de overheid mijn 06-nummer niet heeft. Nou, als dan de pleuris uitbreekt. Hup, iedereen een smsje. En daar zaten we op. De pleuris is uitgebroken. Ga direct naar nederland.nl en kijk voor informatie. Kijk, daar hebben we het dan. En dat hoef je helemaal niet te testen, want uh, dat werkt huis wel. Want trouwens, dat testje. Ach, weet ik veel, Dat testje met Koning in de Dag of zo. Doe je een dag voor Koning in de Dag? Zeg je: Dit is een test. Kom allemaal naar uh, Heer Hugo Waard. Kijk voor details op Nederland.nl. En ja, dan kan je er weer kijken of het werkt. Ja, als je dan in een hero gewaard zit en helemaal niemand is gekomen, ja, dan heeft er kennelijk iets niet gewerkt. <laughs> nou ja, elke maandag. Kom op. Ja, wat staat het op? Ik vind dat niet mooi, ik vind dat stupide. Dat gebrul dat getetter. En dat kost nog geld ook. Nee, rare wereld. Ja. In zekere zin vind ik het niet erg dat ik niet nog 60 jaar hoef, hoor. Niet dat ik het erg zou vinden, hoor. Ik zit niet te popelen om hier vanaf te stappen. Maar... Als ik nog 60 jaar zou moeten. Ja, nee, ja. ja. Kijk, mijn lichaam begint ook af te takelen. Heel goede gezondheid hoor, verder niet van. Maar als ik s morgens opsta of zo, toch een beetje stijfjes. Dan moet ik eventjes wat stapjes zetten en dan, nou, dan gaat het wel weer. Verder geen hemelschrijdende tergende problemen. Mijn gebit is een beetje dat je denkt van wauw, ja, dan mag het wel een kunstgebitje en zo. Niet helemaal meer je dat. Ja, het lichaam dat begint uh, ja, ouder te worden. Ja. Dus in die zin denk ik, ja, nog 60 jaar met deze meukmoleculen. Nou, ik weet het niet hoor. Maar ze bevallen mij voorlopig uitstekend. Ik ben niet zo iemand als een transgender die naar de dokter gaat brullen: van oh, ik, ik ben geboren in het verkeerde lichaam en verander mijn lichaam. Nee, ze blijven lekker met een tengels van mijn lichaam af. Het is mijn lichaam namelijk. Nee, niks te vervangen. Nee, oh, nee ook niet. Geen haarimplantaten en toestand. Nee. Geen penisverkleining. Niet nodig, niet nodig. Baleliminatie, alsjeblieft niet. Nee, ik ben rustig tevreden met mijn lichaam. Het is een mooie wereld. Vind ik hoor. Vanuit mijn lichaam gezien dan. Hè? Ziet het er prima uit. Je moet wel een beetje opletten op de mooie dingen. Zo. Bijvoorbeeld die vogels hierachter. Hè? Zo. Dus ik heb aan, aan de linkerkant. Ik, als ik naar het noorden kijk. Hè, naar het westen toe. Daar rijden auto's en alles. Maar hier aan de rechterkant. Zeg maar aan de achterkant van mijn flat. Heb je allemaal tuinen. En er staan wat bomen. En zitten dan van die vogels, uh, vogeltjes zitten er allemaal in. Waaronder een stelletje duiven. En uh, ja, die, 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 die allemaal zo geil als een beer. En die allemaal zo roekoe, roekoe. Ja. En dan hoor je in de verte zo'n duiven. Die zeggen... Oh, jij hebt een Nou, dan ga ik ook hoor. We zitten dus allemaal tegen elkaar te roekoe. En ik heb me laten vertellen dat dat alleen maar is om de dames te lokken. Ze hebben dat er ook een beetje nageslacht, hè? die mannelijke duifjes. Dus die roepen dan die vrouwtjes. Nou, en wat heb je nou ook hier? Het provinciehuis. En dat provinciehuis dat heeft de Carlejon. En daar doen ze van die liedjes in. En dan is het uh, op het halve uur, dan gaat er een deuntje spelen. En op het hele uur, en volgens mij ook nog elk kwartier. Best wel vaak hoor je een deuntje. En nu is het tien uur geweest, dus nu houden ze dan, uh, is het afgelopen. Maar overdag wel uh, lekker. Doododom. En er zit iets in van bach momenteel. Ik kan het deuntje nou niet nadoen. Maar... En de gein is dat een van die duiven. die doet een paar tonen van dat deuntje na. En dat is toch om je te bescheuren. Ja, toch? Ja, ik ken dat roekoe-roekoe gebeuren wel. Dat, 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 dat is, ja, dat is dan het uh, oude duivengedoe, weet je ja. Maar dan nu, dus de hele dag worden ze die baggenoten. En dan gaat die bach doen. Oh, 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 oh. Ja, dan denkt zo'n duif ook. Van, ja, oh, die baby's die hier een beetje, al oh, die babes. Oh, ik kan bach, ik kan bach. En dan maar hopen dat er wat uh, hè? nakomelingen van komen. Hè? En die kunnen dan ook allemaal bach. <laughs> Ik had het al eens eerder gehoord. Hè? Dat iemand liep door een park heen. En er was een merel. En die deed dat deuntje na van Nokia. Weet je dat die persoon terecht recht had dat iemand zo mobiel afging, maar er was een merel, Die had het deuntje overgenomen. Van oude ken ik ook. Ja, Papagaai zijn er ook goed in, maar duiven kunnen dus bach. niet helemaal hoor. Dus, uh, het is bescheiden, maar het is een begin. Hè? En uh, beschouwend gezien, uh, ja, een mooie wereld denk ik dan, hoor. Nee, ja, mij niet horen klagen. Morgen is het weer markt. En, uh, gaan we visje eten. Heb vandaag heb ik mij de hele dag uh, leden gehouden met uh, schaken. En de partij op mijn donder gaat, man. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Dus ik zit nou weer helemaal afgezakt aan de 1400 pup punten En ik zat op de 5 27, 15, 27. Ja, aha, ja, dat doet even pijn hè. Maar wel weer heel leuk contact gehad met mijn chess buddy in uh, Uttar Pradesh of zo. Waar zit ze nou? Ik weet ongeveer wat ligt, hoor. Er zit in India. Kijk hoor, even Google erbij. En uh, nou Chrome, of wat heb Chrome. Ja, Chrome. Kijk, ja, dat vind ik ook wel eens hartstikke leuk hoor met die computer. Dat je even zo Google Maps... Vroeger had je dat niet, hoor. India. Volgens mij staat, ja het staat er al, het stond er al in het hindi, india. Ik heb geen directions nodig. In de buurt van Nepal zit ze. Uttar, Uttar Pradesh, daar zit ze. Zo heet het, Uttar Pradesh. En de stad, dat heeft ze me ook verteld, maar dat ben ik een klein beetje vergeterd. Dat is vlakbij Nepal. In het noorden van India. Dus Vlak bij New Delhi. Dat moet ook een heel mooi land zijn, hoor. India. Oh, je hebt ook Madhya Pradesh. Daar ja, heb ik in ieder geval met haar zitten schaken vandaag. En die kan het goed, joh. Oh oh oh, oh oh. Die speelt, ja, die speelt rond de 1700. Nou, in mijn ogen ben je dan verschrikkelijk goed, hoor. Ja, vind je het gek? Ik, bedoel, ik zit rondom de 1500 uh, te battelen. Ik word wel beter, moet ik zeggen. En tegen haar schaken, daar, ja, dat, dat maakt me wel weer een stuk serieuzer. Maar ja, zij schudt het uit haar mouw, hè. En ik moet echt heel erg totally concentrated. Uh, Wauw, alles in de gaten houden. En als zij gaat aanvallen, jongen, wow, wow, wow. Dan kijk je vanuit alle hoeken. Het is net alsof je er iedere keer stukken bijtovert. Dat je denkt, waar, 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 waar komt dat paard vandaan? <tie> Ja, die stond de hele tijd te wachten in de coulissen. Ja, hoppakee, patch. Ik als zij gaat aanvallen, dan heb je er eens iets van. Ik wil er een stuk bij. Ik heb gewoon te weinig stukken. <laughs> Dit is niet eerlijk. En zij is dertien. Jeetje me Christus. En ze schaakt vanaf haar tiende. Ze schaakt nu drie jaar. En ik ook ongeveer. Nou, niet vanaf mijn tiende, maar drie jaar ben ik nu aan het schaken. Ik heb het vroeger wel eens gedaan, maar. Ah, dat mocht geen naam hebben. Maar nu ben ik echt aan het schaken. nu weet ik ook een paar openingen. En. Uh, ik weet van de fried Liver En ik weet van de. Die andere, wat is het ook weer? Die fried liver, en dan heb je die contra erop. En dan heb je Siciliaans, en dan heb je die variant erop. En, en de, 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 de Zweedse of zo. Die kan ik ook wel. Dan weet ik, hè, zijn die openingen. Dan heb je van die standaard moves, die moet je dan zetten. Ja, die weet ik wel. En tegen E2, E4 doe ik altijd F2, F4. Siciliaans. En dan de dragon. Accelerated dragon of de hyper-accelerated dragon. En als ik D2, D4 krijg, dan doe ik altijd C2, C2 C4. Zeg je zo? Nee, zeg ik fout. Nee, zeg ik goed. Ja, zeg ik Nee, wacht even Anyway. <laughs> je hebt Siciliaans. Ik zei het fout. E2E4. Als ik die krijg. Dan doe ik C7C5. Zo is dat. Ja. Dat is Siciliaans. En als ik D2D4 krijg. Dan doe ik. Ja, precies andersom. Dus dat heet uh, Dutch uh, Defense. Ja. Dan weet je. F7, F5. Ja, dat is Dutch. Het is in feite een spiegelbeeld van elkaar. Het enige verschil is dat je koning en je koningin staan andersom. En zij speelt ook vaak hetzelfde, hoor. Maar zij is erg goed. Zo. Ze dus heb je dan geen donder aan, ze is dus erg goed in, het heet een tactics, doorrekenen. Als die, dan die, dan zus, dan zo, dan zat, dan zat, dan zat. Nou moet ik er wel bij zeggen, zij vraagt vaak om een, een take back. Dan mag ik een set terugnemen, want ik heb fout gemaakt. En dat mag dan altijd van mij. Als ik heel streng was geweest, dan uh, had ik wel wat meer punten gehad tegen haar. Maar daar gaat het mij niet om, ja. Gewoon lekker een beetje schaken. Je doet er niemand kwaad mee. Dus. Ja. Lekker simpel. Ze zei ook nog: van als ik ouder ben, dan kom ik naar Nederland en dan kom ik je bezoeken. Echt waar hoor. <laughs> Ik zei dat tegen haar, ja, dan moet je wel opschieten, want ik ben uh, niet meer zo heel jong. <laughs> Ze zei maar van, oh, dat mag je niet zeggen, dat mag je niet zeggen. Nee, hij was een grapje meisje. Ja, ja mijn opa is er 83 geworden dus. Opa van mijn vaders kant. En mijn vader is maar 67 geworden, maar dat telt niet mee. Ja. Die is vermoord. Dus. Of dood door schuld had. Ja. Ik zou zeggen, ja, dood door onachtzaamheid. Opzettelijk onachtzaam, ja, dat is toch niet cool. In het ziekenhuis is die uh, overleden aan een ziekenhuisbacterieinfectie ellende toestand. Want ze moesten hem zo nodig opensnijden, want anders zou hij doodgaan. Ja, toen hadden ze hem opengesneden, kreeg hij ziekenhuisbacterie-infectie en toen ging hij dood. ja, ah, 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 ah. Dus dat telt niet. En mijn opa die is uh, niet zo slim geweest om naar het ziekenhuis te gaan. En die is 83 geworden. Ja. En toen kreeg hij een hersenbloeding, en twee weken later of zo was hij dood. De man heeft een mooi leven gehad. En Mijn, va mijn vader ook, bijna. En ik ook. Ik mag helemaal niet klagen. Ik ben erachter gekomen dat de wereld... die, 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 die slaat echt helemaal nergens op. Ja, het is dus een hele mooie wereld... als je kijkt naar hoe die eruit ziet en alles. Hè? Met de wolken en de vogels. En, uh, je kan lachen, man. Dat, dat ik ga schaken met een meisje in Uttar Pradesh... Nah, man. Wat een leuk. Maar voor de rest, die, 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 al die mafketels om me heen. Die, die. Jeetje. hij ja. nee, laat me hangen, zou ik zeggen. Iets, ja. En dan neem ze iets als 9-11, die aanslagen van 11 september. Iedereen gelooft dat nog, dat het Osama bin Laden was. Maar dat, dat kan helemaal niet, man. Dat was Osama bin Laden niet. Ja, maar wat ik niet kan geloven is dat iedereen dan in het complot zit. Ja, en uh, Heb je een andere verklaring? Ja, het we, ja, moet wel een beetje logisch blijven, allemaal. Hoor. En geloof me nou maar, Osama bin Laden heeft het niet gedaan. Met zijn 25 vrienden. Alibaba en de 40 rovers of zo. Dat was een hele grote operatie. En die mensen die eraan meewerkten, die kregen allemaal maar een klein stukje van de puzzel te zien. En die waren verantwoordelijk voor een klein onderdeel. En onder die mensen, ja, het merendeel van die mensen die er aan meegewerkt hebben, die voelen wel een beetje nattigheid. Maar denken daar liever niet over na. En die houden hun mond en die gaan weer door met. Uh, ja. Wat zullen we nou weer gaan doen? Ze weer wat anders verzinnen. Ja, iedereen leeft maar een beetje. Ja. En denkt: wacht, wacht, wat maken het uit. Ze hebben nodig weer een nieuwe twin toren gemaakt. Dat is toch ook leuk? Goed voor de werkgelegenheid. Dat is een beetje het. Te... Ze zeggen dan: de mensheid heeft een IQ. Nou, ik vraag me af, wie. Zou die mensen wel eens willen, ja, willen zien die IQ hebben? Als je toch gelooft dat uh, Osama Bin Laden 11 september heeft gedaan. Uh, ja, wat is je IQ dan? Ja toch? Een vriend van mij, die is dan uh, lid van de Bilderberg-groep uh, Dinges. Die, die wordt dan uitgenodigd ieder jaar om bij de Bilderberg Junior of zoiets. En uh, dan komen ze bij elkaar en dan gaan ze belangrijke dingen bespreken. Nou, hij, hij vertelt er dan over hè, dat hij daar weer eens geweest is en dat Jan Peter Balkenende er ook was. En, uh, ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. Ik zei, Dirk, jij? Ja, zei hij, ja, ik, ik, ik werd op een dag uitgenodigd. Want hij is dan verantwoordelijk voor een onderneming en die heeft een. Ja, zeg maar, een omzet van een miljoen per jaar of zo. Wat ook wel meeschijnt te vallen, maar op papieren lijkt het heel wat. En in die hoedanigheid kreeg hij een uitnodiging. Een uh, young urban professional of zo. Een Jup. Hij nou, die vertelt het dat hij daar had hij gesproken met een of andere minister. En dat had hij die persoon uitgelegd, was een dame of zo. En, nou, het is toch beter dat je die vluchtelingen opvangt in de regio, want dat is een stuk goedkoper. Nou, zei Dirk, dat heb ik wel even gezegd. Nou, ik heb daar maar niks op gezegd. ja Dirk is een stuk jonger dan ik. En, uh, en dat was ook tijdens een kerstfeest uh, bij zijn moeder. Ja. Om op een kerstfeest uh, ja, van die serieuze onderwerpen aan te snijden. Dus ik heb het maar gewoon gelaten bij wat het was. Maar we snappen toch allemaal dat het een stuk goedkoper is om die mensen daarop te vangen. Dat, dat snapt toch iedereen. Denk alleen aan, de, aan dingen als de, de reiskosten bijvoorbeeld. Ja. En dan dingen als inburgering en zo, ja. Kijk, als je een Syriër opvangt in Jordanië, dan lijkt me dat de inburgeringskosten een stuk lager zijn, of niet? Ze hoeven niet te wennen aan het klimaat en dat soort dingen. Nee, ze moeten allemaal hier naartoe gebracht worden. Ja. Ha 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 ha. ha, ha, ha. Ja, er zit een agenda achter. De bedoeling is dat hier de samenleving verstoord wordt dat we allemaal in paniek raken. En dan komen zij met een gouden oplossing, zoiets, weet ik veel. Ik maak me er niet meer druk om. Al die buitenlanders die hier komen, dan denk ik van ja. ja, je kan ze moeilijk wegsturen. Ze zullen hier wel blijven hangen. Nou, het lult geen Nederlands. Gaat het waarschijnlijk ook nooit leren. Ik ken mensen die komen uit Marokko. Die zitten hier al twintig, dertig jaar. Ja, man. Ze kunnen echt geen Nederlands hoor. Moet je langzaam tegen spreken. Eenvoudige woordjes gebruiken. Ja, dan gaat het wel. Maar daar hoef je geen taalgrap tegen te maken, dat vatten ze allemaal niet, joh. Hier zijn ze de achterlijke, ze zijn achtergebleven. En dat wordt dan oud, sommigen hebben ook nog kinderen, ze kunnen die kinderen ook niet leren lezen. Ja, schiet allemaal niet op, hè. Nou, ja, is dat maar zo. Ja, kan ik er wat aan doen? Ik weet niet wat je ermee aan moet. Door de, het IQ. Wat we toch al niet hebben, want we geloven nog steeds dat 9-11 gedaan is door een man met een baard in een grot in Afghanistan. Met een satelliettelefoon en een iPad. Maar het IQ voor zover je dat meet, ja, dat is aan het dalen. Ja, ik vind je het gek? Mijn dochter op de HAVO. Die hadden we zo'n evaluatiegesprek. En dat de leraar zei: Van ja. Uh, jullie dochter die, uh, was een vrij rustig uh, ingetogen meisje en uh, daardoor krijgt zij niet de begeleiding die zij uh, toekomt. Want die andere kinderen in de klas, dat zijn een stelletje dus, uh, zeg maar wat jij zou noemen, pirry, een soort van tuig van de rigel En uh, ja, dat uh, absorbeert zoveel aandacht dat wij adviseren dat jullie kind maar een beetje op de strepen gaat staan en gewoon zegt tegen de juf van uh, juf, ik wil nu aandacht en dan een beetje met de vuist op tafel slaan. Ja, het past wel niet bij het karakter van jullie kind, maar dat is de enige oplossing die wij zien. Ja. En op het lagere onderwijs uh, was het dan van, ja, jullie kind heeft een rekenachterstand. Ons kind heeft een klas overgeslagen. Of ons kind, ik moet zeggen mijn kind. Mijn kind heeft een klas overgeslagen. Ja, die moeder interesseert zich helemaal geen bieten. Het is haar vriendin, zullen we maar zeggen, en niet haar kind. Het was eerst haar pop waarmee ze lekker kon spelen en een kleertjes aan kon doen en zo. En, uh, en in de laatste tijd is het dan haar vriendin. Dan gaan we samen dingen doen. Dan moet ze weer met mama mee naar. Uh, dus zij blijft het, uh, het sujet maar mama noemen. Ik snap ook niet waarom, maar goed. Moet ze zelf weten. Een soort hang, denk ik. Van, dat ze het toch leuker vindt dat ze een echte moeder heeft. <laughs> Het idee spreekt haar meer aan of zo. Ja, ik vind het een mooie wereld. Dat dus, uh, mensen zo gek doen, moeten ze zelf weten. Maar goed, er zitten dus. Wij dus, uh, zijn evaluatiegesprek op het primair onderwijs. En toen kwam dan uh, van het leergevend, lesgevend personeel de, de opmerking. Want ja, ze had een achterstand met rekenen. Ja, zei je leerkracht. En dat komt waarschijnlijk uh, doordat wij namelijk uh, niet meer het klassieke rekenonderwijs geven. Wij uh, gebruiken Common Core. Ja, dat zei ze niet, die term, maar daar komt het vandaan. Hè? Ze uit Amerika en Engeland komen overwaaieren. Dus wij leren kinderen, ze leren kinderen alleen maar rekentrucjes, niet meer wat er achter zit. Nou, en ons kind of mijn kind is toch meer in, in de zin van intellect en zo? Die, die, die moet je geen trucjes leren, die moet je leren rekenen. En dan kan ze net ja, that's it. en dat zit. En dan dus zitten ze gezegd, ja, dat, dat, dat moeten jullie dan maar zelf doen. Nou, aan de, de moeder van mijn kind, dus, de biologische moeder van mijn kind, die had er helemaal geen zin in. Ja. Dus dat dan moest ik het maar doen. En als de moeder van mijn kind erachter kwam dat ik bezig was met dat kind rekenles te geven, dan kwam ze onmiddellijk de les verstoren. <laughs> zeg maar. Op dat moment kon ik dat mens wel wurgen. Maar nu denk ik: ach, het is een mooie wereld. <laughs> Op het lagere onderwijs krijg je kind niet eens meer rekenles. En op het middelbare onderwijs moet je kind met de vuist op stapel gaan slaan. En net zo luidruchtig worden als het, als het tuig van een klasgenoten. Au, 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 au. Ja, het is een mooie wereld. Maar het zal mijn tijd wel uitduren. Ik heb toch wel die mooie uitzendingen gemaakt. En als ik zo dadelijk heen ben... Als ik ben gaan hemelen. Als de moleculen van mijn lichaam zich vervoegen bij de moleculen van de wereld. En dan sta ik dat nog op die YouTube. Kun je iedereen nog naar het gouden hoeven mij luisteren en horen wat ze eraan moeten doen. Pse. Ik heb het al tien keer verteld: van lees je Bijbel. Uh, probeer een keertje wat te begrijpen. Zit niet alleen naar kinderporno te kijken. Of je daarover op te winden. Ja, lees een goed boek. Ja. Lees de kritiek de reine vernoempeten. Lees de prologomena van Kant. Ja, als je dan toch geen Bijbel wil lezen, lees dan wat fatsoenlijks. Lees uh, die groenlaken of Uber die groenlake der moraal. Van Schopenhauer. Netjes in het Nederlands gezet met de mooie titel, Dat ben jij. Ja, lees dan wat fatsoenlijks. Doe er wat aan. Ja, ik, uh, ik ben ik nu nou, uh, bijna 60 man. Moet ik de wereld nog gaan verbeteren? Nou, ik dacht er eventjes. Uh, hè? Uh, dat het niet helemaal. Uh, dat uh, niet gaat worden. Doe, Mohammed was een laadbloeier, maar ah, die heeft met zijn vijftigste begonnen. Ja. Loop ik ook alweer eh, negen jaar op achter. <laughs> Om over Christus Jezus dan maar te zwijgen. Ja. Die was met zijn dertigste begonnen. Ja, loop ik al dertig jaar achter. Hoi. Hey. Hé, hey, ik ben een oude lul en ik speel het potje schaak tegen uh, kleine kinderen van dertien. Uit Uttar Pradesh. De meisje gaat morgenavond uh, aan een schaaktoernooi uh, deelnemen. in haar eigen stad. Maar we hopen dat het goed afloopt. dat ze wint. Ik, ik denk het wel hoor. Ze is erg goed in vorm. Helemaal uh, teamed up. ja, morgen mag ze geen set terugnemen. Dan uh, moet ze uh, elke set. Uh, is de definitief. En je mensen, super bedankt voor het luisteren. Naar deze lofzang op deze mooie wereld: met die ongelooflijke idioten die erin rondlopen. Ja. En dan zeg ik op zijn handbeurs, tjus en dag lieverds, in deze mooie wereld.